Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Jacob Nathans, geboren in Arnhem op 21 juni 1909. Mei 1940 woonde Jacob Nathans samen met zijn vrouw aan de Nieuwstad 24 in Arnhem. Jacob Nathans was van beroep reiziger. Jacob noch zijn vrouw overleefden de Tweede Wereldoorlog. Jacob Nathans overlijdt op 30 november 1943 in het Oost-Poolse Dorohoeksa. Hij bereikte de leeftijd van 34 jaar.